inch by inch, row by row, gonna make this garden grow. All it takes is a rake and a hoe and a piece of fertile ground. Inch by inch, row by row, someone bless these seeds I sow. Someone warm them from below till the rain comes tumbling down. Ja, het gaat goed. We hebben een enthousiaste groep vrijwilligers. We zijn nu voor het eerst, zoals je ziet, bezig met een lokale markt. Daar doen ook andere partijen aan mee. Met name ook Team West hebben daar heel goed aan bijgedragen. Zorgboerderij doet verder mee. Krabbehoef doet mee. Restaurant Puur doet mee. Ja, heb ik draad getrokken en allemaal met touw omgedraaid hebben. Voor ze komkommer. Hier 1, 2, 3, 4 rijen komkommer, 1 rijen courgette. En aan de andere kant pompoen. Pompoen. We proberen hier vrijwilliger werken voor netjes maken, schoffelen, onderhoud, water geven, zo, water spuiten. En schoon houden, proberen schoon te houden hier. Het gaat goed. Mensen zijn nog steeds enthousiast bezig. Het is wel zo dat het een groot stuk grond eigenlijk is voor ons. En dat we wel wat moeite hebben met het onkruidbeheer. We hebben voor deze gelegenheid ook heel veel onkruid weggehaald nog, voor zover dat lukte. Maar we kunnen nog heel goed mensen gebruiken. Onlangs hebben we ook een flyeractie gedaan. We hebben 3000 flyers rondbezorgd met elkaar. Daar zijn een paar mensen op gekomen, maar we kunnen nog veel meer mensen gebruiken. Elke dag moeten we proberen, elke dag schoefelen. Om de dag schoefelen. Blijf schoefelen. Dan onkruid kan verwijnen. Allemaal eigen gebouwde producten, behalve de kaarsjes, die kopen wij een andere zorgboerderij in de Alblasserwaard. Ja. Zorgboerderij, wat is dat nou? Ja, bij ons komen mensen met een beperking die helpen mee op de boerderij. Daar verbouwen we groenten mee, aardappels. En we hebben 50 schapen, 200 kippen. En die verzorgen we met z'n allen. En het hele bedrijf draaien we met z'n allen. Dus met de mensen die komen, die helpen met alles mee. En we maken er elke dag weer een hele gezellige dag van. Het is allemaal zonder bestrijdingsmiddelen geteeld. En het smaakt wel puur, want het wordt niet opgejaagd. Dat gaan we vullen met rijst en gehakt. En wat zijn dat dan voor bladeren? Dat zijn druivenbladen. Die kun je zo opeten? Dat kan je opeten, zeker weten. Dat eten Turkse mensen, eten dat heel erg graag. Als Turkse mama's gaan we dat vandaag nog doen. Ja, dan kom ik toch even bij uw buurten in de paardenstal, in de paardentrailer. Want ik heb begrepen dat dat een van uw eisen was om een paardentrailer te krijgen waar u wilde kon spelen. Ja, wij spelen echt alleen maar in veewagens. Om wortels gestart te krijgen. Ja. Nee, het was een gelukkig toeval, moet ik zeggen. Wij zagen er een beetje tegenop. We waren gevraagd om hier te spelen. Maar ze hadden gezegd, er is geen overdekt iets. Ze denken, nou, ik weet niet hoe dat dan moet, want in de regen kan je met de instrumenten gewoon niet spelen. En gelukkig stond hier een wagen waar de spullen voor de markt in waren vervoerd. En die hebben wij nu tot onze beschikking gekregen. Daardoor zitten we droog en enigszins warm en beschermd. En kan het optreden toch door? Helemaal los. En de akoestiek? Nou, hier binnen is hij hier prima. Binnen. Ik weet niet hoe het buiten overkomt, maar eigenlijk... Valt het best mee? Ja, je zou denken dat is heel vreselijk, maar wij kunnen elkaar in ieder geval goed horen. En ik hoop dat de mensen buiten ons ook met z'n drieën kunnen horen. Dat zou fijn zijn. Ik denk dat het in zoverre succes is dat we mensen een stuk ontplooiingsmogelijkheden bieden, een stuk plezier bieden. We hebben een aantal doelstellingen, die zijn we aan het bereiken. Ik denk dat we nog wel met elkaar hard moeten werken om het succes nog groter te maken. Maar ik merk wel dat heel veel mensen en omgevingen het toch wel als een succes ervaren. De warmte hebben voor om de groeien. Grond broeien, komkommer groeien.